Wat is er gebeurd met 68, waar ik zelf toe behoor? Ik behoor tot die generatie. Ik ben oud genoeg om te weten waarover het gaat. Ik heb ook dingen meegemaakt in 68, 69 en ook nog later. En dan heb ik gezien hoe 68 te werk gaat. Maar op dat moment ben je jong. Hè? Je bent 18, 19, 20 jaar. En je realiseert je niet wat er aan de hand is. Hè? Je bent dan een beetje oppervlakkig en frivol, zou ik het willen noemen. Dus heel het gedachtegoed van 68, wat dan later uitgekristalliseerd werd bij Foucault, Deleuze, Derrida en al dat soort mensen. Dat gedachtegoed is eigenlijk in mijn ogen en naar mijn smaak een frivool gedachtegoed. En dat heeft zich ook doorgezet. En je leeft in een bij wijze van spreken, frivole maatschappij, omdat de elites waarover ik daar sprak, niet precies inzien waarover het gaat, of niet willen inzien, niet kunnen inzien. Ik noem dat ergens, elders noem ik dat high-minded ignorance. En het is een onwetendheid, maar ergens op een piedestal van wij weten alles, dus maak ons niks wijs. Dus dat gedachtegoed van 68 is in die zin doorgegaan, en ik geef een voorbeeld vanuit mijn eigen gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap, dat de mensen die aan het roer stonden van 68, ik denk aan Paul Goossens, dat is een menner, een Maoïst op dat moment. De man die aan het hoofd stond, heeft zich via de mars, de lange mars door de instellingen, heeft hij gewoon in heel wat publicaties, kranten, de kans gekregen om te schrijven. En wat daarna kwam, 10, 15 jaar later, heb je een hoofdredacteur van de Morgen, een vrij bekende krant, die hier ook wel wordt gelezen in Nederland. Heb je Yves de Smet, dat is, noem ik dan de zoon van Paul Goossens. En dan nog wat later krijg je Tom Nagels, ook een bekend personage die schrijft in die kranten. Dat is dan de kleinzoon. Dus het gaat van, bij wijze van spreken, Een dynastie van cultuurmarxisten. En hoe hebben zij dat gedaan gekregen? Door dat gedachtegoed op zo'n manier door te geven, dat eigenlijk iedereen erdoor geïnfecteerd is. En men zegt me soms wel eens, als je een socialist of een liberaal of een katholiek, of een SGP'er hier bijvoorbeeld. Die mensen die zijn, dat zijn toch geen mei 68'ers, dat zijn toch geen mensen die doordrongen zijn van dat gedachtegoed 68. Maar natuurlijk, zo werkt dat niet. Hè. Dat gedachtegoed van 68 wordt niet expliciet doorgegeven. Dat wordt doorgegeven via de instituties, zoals Gramsci dat vroeg, via de media, via het onderwijs, via de cultuur in zijn algemeenheid, wordt dat doorgegeven. En je kunt je namelijk voorstellen, op dit moment, dat een groot cultureel instituut, noemt de KVS in Brussel, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, dat die niet zou een stuk opvoeren dat te maken zou hebben, actueel, dus vandaag, met migratie of met de islam of met het multiculturalisme. Dus dat zegt genoeg hoe dat gedachtegoed is doorgedrongen. En het marxisme aan zich heeft men vervangen door een soort cultureel marxisme, zoals wij het zijn gaan noemen. En dat cultureel marxisme is eigenlijk een beetje de bovenbouw die het gewonnen heeft van de onderbouw. Ja, het is eigenlijk een regressie weer tot Hegel. Een regressie tot Hegel, absoluut. En wat zo specifiek is en wat ik zelden lees in analyses, dat is dat de oorspronkelijke communistische insteek, zeg maar Lenin, Stalin, en wat erna kwam, dat die eigenlijk verdwenen is. Maar dat de deviaties, de afsplitsingen, trotskisten, maoïsten om de belangrijkste te noemen, dat die deviaties het wel hebben gewonnen. Een heel land, China, is Mao. Maar er zijn ook heel wat Maoïstische partijen, die hebben veel minder te vertellen. Maar de trotskisten, en dat is mijn punt dat ik zelden aangehaald zie, trotskisten zitten eigenlijk een beetje overal. Zij waren ook de intellectuelen, dus aanhangers van Trotsky, de intellectuelen. En zij hebben ervoor gezorgd dat in de culturele instituten, zoals Gramsci dat noemt, de culturele hegemonie en de opiniehegemonie hebben kunnen overmeesteren en bemachtigen. En dat zien onze elites niet. Want of je nu iemand hebt van de linkerzijde of de rechterzijde, die is beïnvloed door dat gedachtegoed. Dat zich heeft kunnen doorzetten uit een soort idee van, wij zijn de besten, wij zijn zeer goede mensen, wij zijn ethisch absoluut superieur. En iemand die dus daar iets zou van afdingen en zeggen, ja, maar is dat nu wel zo goed, migratie bijvoorbeeld? Want dan ben je automatisch een slecht mens. Dus men heeft het zover gebracht dat diegenen die kritiek uitoefenen op migratie, diversiteit, islam, multiculturalisme, islamofobie enzovoort, dat die het stempel krijgen van eigenlijk, ik overdrijf het een beetje, maar eigenlijk komt het wel op neer van slechte mensen.
Ja. Die moet je geen platform geven, want die zijn verdorven. Die zijn verdorven en de ethiek zit bij ons. Die ongelooflijk arrogante ethiek, want wij zijn de beste mensen. En wie iets anders zegt dan wij, die heeft zelfs de verdienste niet van de vrije meningsuiting. Een beetje de good mens. De good mens, zoals wij in het Jiddisch zo mooi zeggen. De Joden hebben trouwens altijd mooie woorden voor de echte dingen van het leven, heb ik begrepen. Ik ben jaren directeur geweest van een aantal Antwerpse Joodse scholen en daar heb ik heel wat van die mooie Jiddische begrippen geleerd. Maar kortom, het gedachtegoed dat in 68 werd gebrouwen, gebrouwen eerst via Herbert Marcuse, via een aantal mensen van de Frankfurter Schule, maar later eigenlijk op een veel demonischer manier uitgewerkt door mensen als Foucault, Deleuze, Guattari. Dat gedachtegang, die gedachtegang heeft zich doorgezet en betekent niet meer of minder dat de waarheid niet bereikbaar is, dat de waarheid zelfs niet bestaat, dat cultuurrelativisme. En nog veel belangrijker, de waarheid bestaat niet, alleen bestaan er meningen en opinies. En de meningen en de opinies van de goed mensen zijn dan de goede. Dus je hebt eigenlijk geen kant om naar te gaan, omdat zowel aan de linkerzijde dat cultureel marxisme heerst, en aan de rechterzijde, en ik bedoel nu de echte rechterzijde, wat men vroeger noemde met een gemeenzaam woord, het kapitalisme, die mensen willen zaken doen. En links en rechts vinden zich hier in een demonische synergie. Omdat ze allebei de belang bij hebben dat het plaatje voortgaat zoals het is. Links door zijn infiltratie en zijn beïnvloeden van al de media en alle culturele instituten. En rechts, maar dan, ik bedoel dan niet het conservatieve rechts, ik bedoel niet het ideologische rechts, ik bedoel niet het politieke rechts, ik bedoel echt het kapitalisme. Het economische rechts. Heeft er ook baat bij dat het zo voortgaat? Was het alleen maar omdat er een downgrading dan is van de lonen? Maar als je bijvoorbeeld ziet, ik geef een voorbeeld, tussen 1870 en 1940 in Frankrijk. 3 miljoen Italianen emigreerden tussen 1870 en 1940 naar Frankrijk. 2 miljoen van hen keerden terug naar Italië. Waarom? Omdat, en dat is iets wat weinig mensen weten, maar de Franse socioloog Claude Michéat heeft daar interessante dingen over gepubliceerd, omdat die Italianen op dat moment, dus 1870 en 1940, verplicht waren zich te assimileren. Zij moesten die taal echt kennen. Dus Fransen staan altijd op een andere manier ten opzichte van die dingen. Wel, die Italianen moesten zich assimileren. Iets wat men nu niet meer over de lippen krijgt. Het woord assimileren is bijna des duivels geworden. 2 miljoen keerde ook terug omdat zij vonden dat dat te zwaar was, die assimilatie. En 1 miljoen is gebleven. En die 1 miljoen heeft zich formidabel geïntegreerd, omdat het ook min of meer dezelfde cultuur is. Men noemde hen, die Italianen, les Français heureux, qui sont toujours très heureux. Italianen hebben een andere manier om in het leven te staan dan een Fransman. Maar om te zeggen dat als Arabieren, toch op een vivere manier. Maar ja, het zijn Fransen ook. Ja, maar Italianen toch iets meer viver, denk ik, dan. Men noemde ze toch les Français heureux, omdat zij inderdaad grappen en grollen. Maar 2 miljoen ging terug. Omdat men die assimilatie eigenlijk niet kon verdragen. Terwijl wij nu net tegenovergestelde doen. Wij zeggen, je hoeft niet te assimileren. En men blijft dat natuurlijk. Terwijl van heel die migratiekwantiteiten er heel wat zouden zijn die misschien liever ook terug zouden gaan. En alleen blijven. Dat is toch die discussie nu over Turkije. Hè? Dus je hebt dan eens dat hele felle nationalisme ook een beetje aangewakkerd vanuit Turkije en de regering. En dat mensen toch een beetje komen van, oh ja, maar is het toch niet, is iets niet van integratie, assimilatie toch ook niet van belang? Maar tegelijkertijd toch een hoop Turken die toch eigenlijk liever terug zouden keren naar Turkije, wordt dan ook wel gezegd. Ja, is er nou niet een beetje toch een kentering aan het komen langzamerhand in dat opzicht? Wel, wat ik lees is dat er van langzaam meer Turken, maar ook Marokkanen, de neiging hebben om terug te willen gaan, om allerlei redenen. Maar ik zie, in globo zie ik het verschijnsel toch zoals het is nu, zeer statisch. De mensen die hier zijn, in Frankrijk 6 miljoen, Algerijnen, Marokkanen enzovoort, die zullen blijven, denk ik. En het is ook logisch dat als zij verzorgd worden op de manier waarop zij hier verzorgd worden, dat ze ook blijven. Ik vind dat een normaal verschijnsel. Alleen natuurlijk, en dat weet je, want mijn boeken handelen daarover, heb je het bijkomende cultuurelement, de islam.
En dat was natuurlijk bij de Italianen wel even anders met hun katholicisme. Ja, dat in Frankrijk... Frank was katholiek en Italianen ook, dus what's the difference? Ja. Zelfs al was de laïcisering daar nog iets verder doorgedreven, toch was dat toch min of meer een maatschappij die aanvaardbaar was. Maar de moslim aarden in een samenleving die eigenlijk haak staat op zijn ideeëngoed, dat kan volgens mij niet. En dat zie je ook elke dag. Elke dag zijn er problemen. Als je het nieuws aanzet, welke post je ook neemt, het nieuws, de eerste 2, 3, 4 items gaan altijd op een of andere manier over islam of allochtonen of migratie. Dus het is een thema dat... Maar dan zou een counterargument ook zijn van ja, maar kijk, de media pompt het juist op en de media maakt het belangrijk en daardoor worden die cultuurverschillen ook intensiever ervaren. Dat is juist, maar dat is de tactiek eigenlijk van wat ik noem het gauchisme in de media. Al die oud-linksen die die mars hebben doorgemaakt en doorgegeven aan de volgende generaties, die axeren hun nieuws helemaal daarop. Maar natuurlijk, wat doen zij? Zij maken de luisteraar en de kijker bang. Ik zou niet willen weten hoeveel mensen er geen nieuws meer kijken. Omdat ze altijd die verschrikkelijke dingen zien. Nou, ik denk dat mensen geen nieuws meer kijken door het lage niveau. En gewoon het afgestompte, platte, vulgaire niveau van wat er op tv is. En de tweede, de ideologische eenzijdigheid daarvan. Tuurlijk, maar dat is een punt dat psychologen volgens mij ooit zullen bestuderen. Als je de schok die men elke dag krijgt, men, ik bedoel de gewone, de modale kijker, luisteraar, de schok die men elke dag krijgt via de cognitieve dissonantie. Jij weet iets en jij ziet iets. En eigenlijk op het nieuws komt men vertellen, u ziet dat niet en u weet dat niet en u kent dat niet. Dat zegt men, terwijl die mensen dat voor zich zien. Ja. Dus die cognitieve dissonantie leidt naar een punt. En aan dat punt zitten wij denk ik op dit moment. Maar vertel nou eens even over die cameraploeg en die overval. Ja, ik ga eerst nog even toch betogen. Je gaat naar een punt waar mensen zich zeer onevenwichtig voelen en hun rationaliteit verliezen. En op den duur... Een rationaliteit of een nationaliteit? Nee, een rationaliteit verliezen, omdat door die voortdurende schok van die cognitieve dissonantie gaan ze denken dat er iets mis is met hen. Maar wat de linkerzijde dus systematisch doet, is ontkennen wat men bijvoorbeeld in de 19e eeuw deed met het katholicisme. Ik heb thuis boeken met prenten, satirische prenten, van vrijzinnigen, wij noemen dat vrijzinnige mensen die dus niet geloven of die agnost zijn, met prenten over het katholicisme. Wel, als men dat zou doen vandaag over de islam, dan zou men een proces aangespannen krijgen. Je hoeft daar niet aan te twijfelen. Wel nu, dat stond in boek in de 19e eeuw. We hadden trouwens een zeer liberale grondwet in België. Dus wat toen kon in de 19e eeuw, kan niet ten opzichte van de islam. Dus al die genderaffaire en al dat gedoe aan de universiteiten. Trouwens, ik denk dat men zich niet realiseert hoe universiteiten, voornamelijk in de Verenigde Staten, maar dat druppelt ook door tot bij ons. Ja, zie je de discussie Pieter Duisenberg. Je hebt diversiteitsambtenaren aan universiteiten, al die flauwekul die duikt daar ook op. Komt vanuit de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten neemt het wel een ongelooflijk ampleur aan, omdat daar is het vrije woord aan de universiteiten bedreigd. Dus maar dat is toch al lang, dus gewoon, dan krijg je dat no platforming en zo. Wat je zegt is in die zin 100% juist. Al die jonge mensen die voelen dat het niet klopt, dat ze geen stabiliteit hebben, laten we het daar even bouwen, die niet-stabiliteit, die jonge mensen zoeken een exit. En die exit die zit op alle mogelijke gebieden. En ik denk dat het voor een maatschappij ongelooflijk ongezond is om een existentiële basis te hebben van allemaal mensen die zich instabiel voelen en die iets zoeken. Het is niet dat men iets... Verdwijnen van de middenklasse. Dus wat Riemann ooit schreef, mensen als einem Guss, die nog een kern hebben en die daarvan uitgaan van die kern, dat is helemaal versplinterd. En dat zie je versplinterd in alle dingen die men doet, maar ook in de persoon zelf. De persoon zelf weet niet meer wie hij is. Het is alsof hij zelf onteigend is van de eigen zintuigen. Ja. En dat geldt ook voor meer volwassenen. Kolkend en verdoold. Ja, natuurlijk. En zij voelen zich onteigend van eigen denken en lichaam, want als zij zeggen, maar ik zie toch dat daar iets gedaan wordt door die persoon wat absoluut niet met onze cultuur spoort, zegt men, ja, maar dat is niet zo. U ziet verkeerd. Dus
Omdat links eigenlijk haat het Westen. Wil het Westen op de schop hebben. Het huwelijk, het kapitalisme uiteraard. Al de deelgebieden waaraan wij hechten als beschaving. Dat zij het huwelijk willen vervangen door het polygame huwelijk. Ja, bijvoorbeeld. Of alle soorten gender. Ideologie. Dus dat is eigenlijk een kapot maken van uw eigen systeem, van het Westen. En de islam vindt dat natuurlijk een prachtige bondgenoot, want dat is wat de islam eigenlijk ook wil. Ja. De islam vroet over heel de wereld en doet, als je ziet in Indonesië, een paar dagen geleden werd de christelijke gouverneur, ik krijg 2 jaar gevangenisstraf omdat hij iets had gezegd over de Koran, nog niet eens iets negatiefs, maar hij mag niet over de Koran spreken omdat hij een christen is. Dus, in Indonesië is dat gebeurd. In Indonesië. Ja. Men zegt me wel eens in lezingen, ja, maar in Indonesië is er toch een rustige, een relaxte islam. Maar natuurlijk, de laatste 10 jaar vroette de islam ook. De islam kent nu op dit moment mondiaal een revival. Dat is voor mij, staat bij mij buiten kijf. En wat je telkens opnieuw ziet, en waar westerse intellectuelen hun hoop telkens op stellen, is dat de islam probeert zich te reformeren. En je hebt een aantal reformatoren binnen de islam. Maar die reformatoren krijgen nooit een kans. De moderne moslim kent ze uiteraard niet, krijgen geen kans, mogen niet in Cairo, in Al-Aqsa gaan spreken of gaan prediken. Dus telkens als men ziet dat men binnen de islam, dat er binnen de islam een poging is tot verlichting, begint bij de mutazilieten, maar gaat eigenlijk heel de geschiedenis door van de islam, dan zie je telkens opnieuw hoe er een regressieve beweging is, zie je in Turkije op dit terug moment. Naar de tijd van Mohammed, want dat was de perfecte tijd. Beweging. Ja. Je ziet het overal en men onderschat in het Westen zeer groot de dawa, de prediking van de moslimbroeders. Dat onderschat men op een ongelooflijke manier, want overal is dat hun politiek, eerst de prediking. En dat doen ze ook, maar ze schrijven het in hun eigen geschriften. Er zijn genoeg geschriften van de moslimbroeders waarin zij dat expressies verbis zeggen. Maar uiteindelijk willen wij dat niet geloven. Dat is een van de punten in al mijn boeken, omdat wij vanuit ons conceptueel kader dat niet kunnen begrijpen.